Mijn naam is Wouter en ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren om hun beste versie te worden en een leven te leiden vol met passie. Dit is mijn NoFap Journey, dag 82. Maar voordat je de video bekijkt, hier had er een link verschenen naar Aaron Dowdy's channel en mijn andere playlists. En in de beschrijving zal Aaron Dowdy's meditation staan. Zeker luisteren, het is echt massa zat. Dus dag 82. Dag 82 was massa's nice. Vandaag is ik klein naar het strand geweest. We hadden de laatste dagen zijn massa's mooi weer. We hadden gewoon strandjes echt op zijn mak in de zee springen. Met mijn beste vriend. Het is allemaal massa's chill. Maar wat ik vandaag wil over spreken is. Ik heb een Reiki meester. Ik noem dat massa Obi-Wan. Massa's nice. Is dat ik veel meer geleerd heb over zelfspot. Dat zelfspot. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Het is zo omdat je het leven dan niet zo serieus neemt. Je kunt lachen met jezelf. Je kunt lachen met je ego. Dat boeit niet. En ja, als je kunt lachen met jezelf, laat je ook toe dat andere mensen met jou lachen. En dat dat niet iets tussen aanhalingstekens negatief is. Dat is gewoon plezier, hè, man. Hun de situatie kunnen zien op een, als je dat nu zo ziet, positieve manier. Dat boeit niet. Dat is hun leuk, vind ik. En vroeger kon ik dat nooit. Vroeger kon ik nooit lachen met mezelf. Waarom? Omdat ik tussen aanhalingstekens te onzeker was. Maar opnieuw, onzekerheid is terug in je ego. Het is daarom dat ik zo aan van. Misschien maak je eerst een gezond ego. Weet je, like zelfvertrouwen en al. Het is allemaal een gezond ego. Maar dat vind ik al een hele goede stap. Weet je, dat je een gezond ego hebt. Dat je grenzen hebt. Maar uiteindelijk moet je dat toch weer overstijgen. Het ego moet uiteindelijk like overstijgen en puur uit ons hart leven. Dat was ook het wat ik geleerd heb. Is, ook dat ik en mijn Reiki meester. Wij triggeren elkaar massa's veel nu. Maar triggeren even nu op een goede manier. Is, ik leer nu veel meer over. Ten eerste wat dan mijn triggers zijn. Dat ik meer bewust word van mijn ego. Al was ik al heel bewust. Ook dat ik bewust ben van wat dan mijn pijnlichaam is. Zo die plaats waar dat je lage vibrationele energie plaatsvindt. Dat is gewoon een energie dat je vroeger niet kunt uitnept, die nog vast zit in je lichaam. En in bepaalde situaties wordt dat getriggerd en dan voel je dat. Of wat toch wanneer dat je bewust bent met je lichaam, dan voel je die energie. Maar anyway, wij triggeren elkaar massa's nu, we kunnen like echt nu tussen aangestelde stetten geven in elkaar en totaal niet offended voelen. Weet, omdat we al veel meer van ons liefde leven en veel sterker in onze schoen staan. Allee, ik vind van mijn perspectief toch. En ja, nu kunnen we gewoon lachen met elkaars jokes, man. En dat vind ik massa's nice. Er is niks met personal opnemen. Want iets personal opnemen is terug weer ego. En dat vind ik gewoon massa's nice. Dat ik dat nu eigenlijk kan. En ik heb ook geleerd. Kan ik eigenlijk die link gemaakt achter dat ik eens geluisterd heb. Is dat er was een tijd vroeger. Dat we meer leven vanuit ons hart en veel minder vanuit ons, ja, vanuit onze, ja, wat zei dat, hoofd, mind. En ergens moet er iets gebeurd zijn dat we dat geswitcht hebben. Dat we nu onze eerste functie is denken vanuit je mind, iets logisch nadenken en dan vanuit je hart. Maar heel slowly is dat lekker aan het veranderen en dan maakt het je zo nice. Dat is zo excited, want nu begint de wereld terug meer te leven uit hun hart eerst en dan vanuit hun mind. En dan het logische, dus dat is massa's excited, man, want
Je hart is altijd juist, man. Je hart is liefde. Dus als je eerst opereert vanuit liefde en dan van logisch denken, dat is voor mij logisch. Dus ja. Hey, dat was dag 82. Peace out, brothers.